Geluid? Ja. Goed zo. Dan moet ik alleen mijn papier nog hebben. Sorry hoor. We gaan verder. In het hart. In het hart van de wet brengen we genade. Fijn dat we deze studie zo ook kunnen volgen. Bedankt Jan, het is me ook weer helemaal, denk ik, duidelijk. We weten natuurlijk heel veel dingen wel. Maar zeker met betrekking de genade in de toekomst voor Israël. Is het heel verhelderend geweest. Maar ja, er was nog een stukje wat Jan nog even open. Hij heeft het al een beetje ingeleid. Tekst uit Titus 2 vers 11, daar heb ik ook de studie een beetje op gebaseerd. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. In die tijd leven we nu. Zo eerst danken voor het woord. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we ook de waarheid kunnen belijden in alle vrijheid en de waarheid ook kunnen leren. Dank u wel dat u ons verstand verlicht hebt, dat we nu ook de dingen gaan bemerken dat ze al zo zijn, Vader. In Jezus' naam. Amen. Amen. Genade die verscheen is dus aan alle mensen. Ik heb er zeven puntjes van gemaakt. En het zal, ik spreek hier met mensen die natuurlijk de genade, de bedeling van genade ook beleiden en kennen. Maar ja, we leven in een wereld waarbij Satan zich natuurlijk ook manifesteert als een engel van licht. En mensen in die zin ook verblind. Mensen die blijven eigenlijk, we hebben het net in de pauze nog even over gehad, mensen die uiteindelijk een heel verkeerd beeld van God daarmee kennen. Puur om het feit dat ze eigenlijk Paulus niet erkennen als een apostel. Het bepaalt ook heel je leven. Uiteindelijk, dat zullen we allemaal hebben, we komen allemaal ergens vandaan. Ja, mijn kinderen zijn natuurlijk wel in de genade grootgebracht. Maar voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, dit heeft ook je denken helemaal vernieuwd. Het heeft ook een heel ander perspectief op het leven gegeven, op de dingen die je overkomen. Ja, dat hebben we denk ik allemaal wel ervaren. Dus het is ook belangrijk dat we die genade ook goed weten positioneren. Dat je ook weet, hier sta ik. Paulus noemt dat vast en onbewegelijk. Dus je staat vast, maar je hoeft ook nog niet één keer heen en weer te bewegen. Naar links en rechts. Maar ja, heel veel dingen kennen we natuurlijk. Maar het is niet alleen voor onszelf. Maar het is uiteindelijk ook doordat je de dingen ook weer herhaalt. Dat je ook weer weet, ja, vooraan. Want we zijn hier met een roeping uiteindelijk om die genade ook weer bekend te maken aan deze wereld. En dan hoef je heus niet ver. Dan hoef je niet naar Afrika toe. Kan ik je wel vertellen. Het gaat over genade dus die verschenen is aan alle mensen. Ja, Jan heeft het gaat over God is genadig. En we hebben gezien uit het Oude Testament dat er veel dingen staan die uiteindelijk over de genade van God gaan. Dat God inderdaad genadig is. Maar hier gaat het over genade die zalig maakt. We hebben ook genade gevonden in de ogen. En dat was voor een moment. Maar dat kon ook weer weggaan. Op het moment dat die gelovigen uiteindelijk in de zonde viel, hebben we David gezien. Dan moest David weer bidden om genade. En het is dat gebed ook uiteindelijk. Wat veel. Ik kan me nog herinneren dat ik bij een evangelische richting was. Ik weet, ergens in Dordt was dat. Zat ik onder die prediking. En dan was het, ja. Dan ging het uiteindelijk dat je een keer een moment moest komen dat je om genade moest bidden. En dan moest je dat zondag, misschien dat jullie dat herkennen, dat zondagsgebed bidden. O God, wees mij zondaar genadig. En dat was dan het moment uiteindelijk dat de genade van God ook naar je toe kon komen. Dan moest je uiteindelijk beleiden dat je zondaar was. Nou, in feite is dat natuurlijk, wij kennen God natuurlijk ook in zijn genade. En wij beleiden dat we zondaar zijn, maar het
dat is veel meer iets wat we uiteindelijk in deelnemen door het geloof, als dat het gaat om je belijdenis van zonde. Maar het geeft aan dat heel veel mensen in verwarring leven. Dat uiteindelijk die genade van God die we nu kennen, uiteindelijk niet door veel mensen die de Bijbel kennen, misschien ook gelovigen, echt gekend wordt. Dus het is heel belangrijk dat wij als gelovigen de genade van God ook echt zien zoals God hem geopenbaard heeft. Dus genade die zalig maakt. Oftewel genade die redt. En we hebben in de vorige studies in de Thessalonicense brief ook gehad. Hè? Waarvan gered? Hè? Je wordt gered. Wij worden gered van de eeuwige dood. Van de loon van de zonde. Maar er komt, we zijn ook gered van de toekomende toorn. Dat zijn we als gelovigen ook. De toorn die over deze wereld komt. Maar in principe is de genade natuurlijk heel kort, we zijn gered en we hebben het eeuwige leven ontvangen. Dat is niet altijd zo geweest, dat die reddende genade verschenen is aan alle mensen. Hebben we het vanmorgen ook gezien. Die genade was uiteindelijk, die liep via een kanaal, via Israël. Denk maar ook aan de watervloed. Nou, de tekst hebben we gezien, hè? De tekst van Noach. Noach vond genade in de ogen des Heren. Die redding was uiteindelijk door God natuurlijk wel geschonken. Uiteindelijk, als we naar Noach kijken, Noach vond genade in de ogen en hij werd gered van de watersnood met zijn acht zielen. Maar het is niet de genade die uiteindelijk voor die hele wereld was. Want de rest van de wereld is uiteindelijk verdronken. De genade die aan Israël bewijst, die was voor Israël, die was ook op voorwaarde, maar die was niet voor de heidenen. Dus het is niet altijd geweest dat het aan alle mensen is. En ook waarvan ze gered werden, hebben we gezien, dat is niet altijd hetzelfde. Ze zijn gered van de watervloed en zo waren er meer momenten dat Israël gered van de, ja, in de woestijn, van de slangenbeten. Uiteindelijk ging het altijd maar om Gods genade in hun zonde en werden ze gered ergens van. Gered van de slavernij van Egypte. Gered weer uit Babel, zijn ze weer teruggekomen. Het was een redding van. Maar altijd wel verschillend. Dat is ook het verschil uiteindelijk. Dit is nu, die zaligheid die we nu hebben, is zeker, is ook voor iedereen hetzelfde. Of dat we allemaal kennen, dat is natuurlijk het tweede. Maar uiteindelijk is het pakket genade is voor iedereen gelijk. Dat je Jood bent, dat je heiden bent, dat je islam, van de islam komt, het maakt niet uit. Voor iedereen is dat pakketje genade identiek, gelijk. Wat we in Christus hebben is voor iedereen hetzelfde. Het gaat ook in de bedenking van Hadden niet om individuele genade. Maar genade aan alle mensen. Genade die redt. Van de eeuwige dood als straf op de zonde. Ja, ik heb het genade woord. Dus natuurlijk, Jan gaf al, je moet genade zoeken in de Bijbel. Dat is ook zo, hè? Efeze. Ik heb het in de Vandalen opgezocht. Er stond vergevens, maar ik heel kort door de bocht, vergevingsgezindheid. Maar in feite is het natuurlijk wel zo. Het is de gezindheid dat God nu de zonde kan en wil vergeven. Die gezindheid kennen. Wij kennen God als een genade God. En hij is gezind, dus zijn houding tegenover de mensen is dat hij de zonde kan vergeven en daarmee zalig kan maken. Dus het is geen daad. Mozes vond genade op dat moment, Israël vond genade, maar als ze weer zondigden, dan vonden ze geen genade. Dus het is veel meer eigenlijk een genadig zijn of een genade als een daad. Nu hebben we een genadige God. Nu hebben we God in de bedeling van genade. Een uitdeel. God deelt zijn genade uit. De gezindheid van God is nu zo, dat hij alle mensen wil redden en zalig maken. Omdat hij de zonde wil en kan vergeven. De genade die verschenen is dus niet zozeer een eenmalige daad, maar veel meer een gezindheid of een houding van God tegenover de zondige mens. Het unieke van deze banier, ja, ik noem het een banier, we lopen eigenlijk onder de banier van de genade. Ja, als je een optocht heb je me vroeger, had je dat? Dan had je meestal voorop, van verschillende muziekkorpsen was, had je voorop, had je iemand die stond dan met dat vlag of een soort banier.
Dat stond dan borg voor datgene wat erachter was. Dat was dan uiteindelijk, gaf aan wie dat er volgde. Zo lopen wij als het ware achter de banier van genade. En dat is niet voor één of voor iemand, maar dat is voor alle mensen. Het unieke van deze manier van genade is dat zij berust op één feit. De vrede die God schenkt door het geloof en de verzoening door het bloed van Christus. Laten we dat lezen, tekst uit Colossense. Want ja, hoe komt het dan dat God nu zo genadig kan zijn? Hoe komt het dan dat het verschilt met de genade voor de bedeling van genade? Nou, we weten dat wel, maar het is ook goed om die tekst nog even te lezen. Colossense 1 vers 20, en dat hij, dat is de Vader als we de teksten ervoor lezen, door hem, door Christus, vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, gelovige individueel, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijn vlees door de dood, opdat hij u zo heilig en onberispelijk, onbeschuldig voor zich stellen. Dus het enige feit is dat we nu genade als een banier hebben, dat je als het ware er niet aan hoeft te twijfelen waar je eigenlijk zit, of dat je genade gevonden hebt in de ogen, of dat je genade kan ontvangen, is omdat dit gebeurd is. Omdat er vrede gemaakt is door het bloed zijns kruises. Dat is het enige punt. Dat is de enige reden. De enige grondslag. Ja, die zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen in de bedeling van genade. Nou, je moet de teksten altijd tekst met teksten vergelijken. Het is een feit dat wij nu in een bedeling van genade leven. Een uitdeling van genade die bijzonder is, die afwijkt, anders is als de tijd daarvoor. Als we die gezindheid of die huishouding of die uitdeling van God in de tijd van de Bijbel onderzoeken, komen we erachter dat hij niet eerder niet was. En dat hij in de tijd niet zomaar is gekomen. Het is niet zomaar gegroeid. Sommige mensen denken van ja, God is altijd genadig. Ja, nou is het gewoon anders, nou is het kruis. En nou ja, dat is dan eenmaal zo. Nee, dat is een plan van God geweest. Dat weten we. God heeft hier, om het maar even plat gezegd, over nagedacht. Dit is een van tevoren genomen besluit. Dat is ook zo bijzonder dat God de tijden allemaal kan overzien. God is een God die alles kent en natuurlijk weet. Maar dat hij deze tijd ook in die zin heeft ingelast. Verborgen gehouden. Dat weten we. Als we terugkijken in de Bijbel vinden we dit niet aangekondigd in de profetieën. Maar uiteindelijk is het wel een periode. Wij weten niet hoe lang het is begonnen. Dat weten we wel. Wij weten niet hoe lang het zal duren. Maar uiteindelijk, het is een vaststaande tijd. Ik weet zeker dat er een keer een einde aan komt. Wanneer, weet ik niet. Maar het is over nagedacht. Alles is gekomen volgens een voorgenomen plan van God. God had een plan van redding. We hebben altijd God, als je God in de Bijbel, God, heel veel mensen doen alsof God een God van, van toren is. Of hebben een heel verkeerd beeld, laten we het zo maar zeggen, of samenvatten. Maar als je de Bijbel naleest, God heeft altijd het behoud van mensen gezocht. Zo ken ik God. Uit de Bijbel. Dus altijd redding heeft gezocht. Afval van mensen, zonde van mensen. Maar altijd heeft God een plan van redding. En zo heeft hij nu een plan van redding. En dat is genade, de bedeling van genade. Hij heeft het wel eeuwenlang verborgen gehouden. Dat is bijzonder eigenlijk. Dat wij dat ook belijden. Hè? Dus daarmee kunnen we de Bijbel ook onderscheiden. We kunnen ook zeggen van nou ja, dat was er eerst niet. En nu kunnen we zeggen, het is er wel. Het is overvloedig. De openbaring van dit plan kwam pas nadat Israël als volk de genade van God had verloren. He, die genade, die komt er weer. Dat hebben we net ook met Jan over gezien. Maar uiteindelijk zijn ze die bijzondere genade voor Israël, via Mozes liep en via de profeten, die zijn ze nu kwijt.
Hoewel toen Gods oordeel en toorn over dat volk niet kwam, hè, want het was uiteindelijk wel altijd op voorwaarde van dat, voorwaarde dat ze God zouden gehoorzamen, dan zouden ze uiteindelijk gezegend worden. Zouden ze het niet doen, zou de vloek komen. Zou er uiteindelijk een toren, oordeel komen. Maar die toren, die oordeel is niet gekomen. Handelingen 7, ook al bekend hoofdstuk. Als ik jullie vraag wanneer is de bedeling van genade gekomen, dan weet ik dat ik denk wel het goede antwoord krijg. Wanneer is de bedeling van genade gekomen, Peter? Bij Paulus. Goed nadenken. Bij Paulus, op het moment dat Paulus geroepen is als apostel, heeft God uiteindelijk een bedeling van genade geopenbaard. Maar als we iets verder teruggaan, dan zien we dat uiteindelijk Israël gevallen is. Handelingen 7, daar begint uiteindelijk het einde van Israël. Zo zou je dat kunnen zeggen. De genade van Israël, die bijzondere genade van Israël, is daar geëindigd. Handelingen 7 vers 51. Gij hardnekkigen, daar zijn we in de reden van Stefanus, die diaken die uiteindelijk beschuldigd werd, gestenigd is, onschuldig. Gij hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Dus hier blikt als het ware terug en zegt, jullie hebben altijd, zijn jullie al hardnekkig geweest, onbesneden. Ze waren wel besneden, maar uiteindelijk onbesneden van hart. Ze bleven in de zonde. Ze wederstaan altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders als ook gij. Vers 52. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd en ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke Galilee nu verraders en moordenaars geworden zijn. Jezus Christus hebben ze verraden. Ze hebben hem uiteindelijk vermoord. Hè, met voorbedachte raden. Hè. Het is geen doodslag. Voorbedachte raden vermoord. Ze hebben uiteindelijk erover nagedacht. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Nou, en dan gaat het verder. Dan stenigen ze en dan staat er in vers 56. En hij zeide, dat Stefanus ziet, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Daar zie je dat God in actie komt. Het is niet zo dat hij daarmee Stefanus ontvangt, dat is mij vroeger geleerd. Hij stond op om uiteindelijk Stefanus binnen te halen. Maar hier zie je het staan van God als actie. De Heer zal opstaan, staat het ook in de profeten, en hij zal uiteindelijk Israël gaan oordelen. Er zal een oordeel over deze, hij gaat als rechter staan. Staan het de rechterhand Gods, en zijn, maar zij roept met grote stemmen, stopten hun oren en vielen indrachtelijk op hem aan. Nou, dan gaat het verder. En uiteindelijk is dat oordeel niet gekomen. En we weten terugblikkend dat uiteindelijk dat oordeel er ook niet gaat komen voordat de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus, is opgenomen. Maar het plan van Israël is wel uitgesteld. Romeinen 11 vers 25. Zo goed dat je die teksten ook weet te vinden. Hè? Je bent in gesprek met iemand en altijd goed om daarmee ook jezelf in de Bijbel thuis te weten. Hoe is dat dan gekomen? Of hoe kwam dat? En wanneer, hoe lang duurt dat? Romeinen 11 vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, omdat gij niet wijs zijt bij uzelf dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volle der heidenen ingegaan is. Dus deze periode, zei ik net, die is bepaald. Ik weet niet wanneer dat ophoudt. Maar uiteindelijk, op het moment dat hij ophoudt, dan is de volheid der heidenen ingegaan. Dan zijn uiteindelijk alle mensen, dat getal van heidenen, joden en heidenen zou ik kunnen zeggen, is vol. Dus vanaf de val van Israël, vanaf dat uiteindelijk Stefanus daar Israël beschuldigd van de zonde tegen de Heilige Geest, waarvan Jezus al geprofeteerd had, die zonde zal niet vergeven worden. Vanaf dat moment is Paulus daar kort daarna geroepen, vanaf die tijd is de bedeling van genade begonnen. He, dat is natuurlijk bij Paulus begonnen, maar het was uiteindelijk de reden dat Israël gevallen was. Gods genade via Israël, die is daarmee ook als het ware gestopt. Heel veel mensen denken nog steeds dat Israël een bijzonder, in die zin, de genade van God nog, he,
kennen er allerlei excessen in. Maar uiteindelijk is dat niet zo. Israël is een gewoon volk. Jeruzalem is een gewone stad, net als Amsterdam. Het is niks bijzonders. Ja. In plaats daarvan riep hij een nieuw apostel, Paulus, en stelde toen dat alle mensen, dat we weer terugkomen op de genade van God, is voor alle mensen, Joden en Heiden, zondaars en verdoemelijk voor God zijn. Dus niet alleen Israël, of niet alleen de heidenen, moet ik zeggen eigenlijk, die zondaars waren. Die waren buiten Israël, dat waren de honden. Die hadden niks met God. Nee, via Paulus weten we nu, moment gekomen, alle mensen zijn zondaars en verdoemelijk voor God. Romeinen 3. Romeinen 3 vers 19. Daar zegt Paulus dat. 19. Wij weten nu. En je leest er snel overheen. Een van mijn eerste lessen die ik ook moest leren. Dat je daar moet zeggen. Hé, er gebeurt iets nieuws. Maar nu. Wij weten nu dat al wat de wet zegt. Zij dat spreekt door degene die onder de wet zijn. Israël. Opdat alle mond. Hier hebben we ook alle mond. Hè? De zaligmaking van de genade van God is verschenen aan alle mensen. Maar ook alle mond is gestopt. Jood en heiden is verdoemelijk, staat er verder, en de gehele wereld voor God verdoemelijk. Dus niet alleen de heidenen, maar ook de joden zijn voor God verdoemelijk. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden door hem, want door de wet is de kennis de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeet. Dat is eigenlijk het bijzondere van de bedeling van genade, dat die rechtvaardigheid, hè, die wat Jan van verteld heeft, die uiteindelijk hoorde bij iemand die een gelovig leven had, hè, die genade als het ware verdiende, Noach vond genade omdat hij wandelde overeenkomstig de wil van God, Israël vond genade op het moment dat ze zich aan zijn wet hielden, dat hij niet meer afhankelijk is van onze werken. Dat is het maar nu in deze tijd van genade. Een rechtvaardigheid Gods, vers 22, door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Hier weer allen, hè? Zonder onderscheid. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus niemand in deze wereld kan zeggen dat hij geen zondaar is. Dat is ook het punt waar je eigenlijk mensen altijd aan moet herinneren. Je kan heel veel van het evangelie weten, maar je moet weten om de genade van God uiteindelijk te ontvangen, dat je zondaar bent. Heel veel mensen denken, ja, ik ben beter of ik heb altijd goed gedaan in mijn leven, maar toch in de ogen van God ben je een zondaar. Verdoemelijk, te veroordelen betekent dat. De mens is door de proef van Israël, zo noem ik dat hier een proef, hè? God heeft als het ware die wet gegeven aan Israël en daarmee heeft hij uiteindelijk Israël de kans gegeven om zich aan die, via die wet te rechtvaardigen, om de genade van God als het ware te verdienen. Is het bewezen dat dat niet mogelijk was. Ze waren dan niet in staat om goed en recht voor God te zijn. Rechtvaardig te zijn. Er is nu een andere rechtvaardigheid geopenbaard, namelijk de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. Lezen we verder. En worden om niet gerechtvaardigd, Romeinen 3 vers 24, uit zijn genade. Dankzij de genade van God. Omdat God genadig wil zijn aan alle mensen. Door de verlossing, hebben we al gezien in Colossense, die in Christus Jezus. Dus er is verlossing en God biedt die verlossing aan en die ontvang je door het geloof. En daarmee bewijst God als het ware, of is God genadig. Hoef het niet te bewijzen, want daar is het. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening, voorstelt, hè, dus, dat is ook het mooie, hij stelt het voor aan deze wereld. Ik stel jullie iets voor, jullie hebben dat aangenomen. Stel dat hier allemaal ongelovige mensen zouden zijn. Ook wel eens leuk zijn dat hier gewoon mensen zeggen die dat nog niet weten, niet kennen. Dan stel ik het ook voor. Dus wij stellen het evangelie ook voor. En God heeft dat evangelie voorgesteld. God heeft Jezus Christus voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dus God is daarmee ook rechtvaardig. God giet geen zonde door de vingers. Je mag
gerust denken en vinden en geloven dat God liefde is. Maar God is geen God die zonde door de vingers ziet. Ik als vader zie heel veel zonde door de vingers van mijn kinderen. Zoveel ongehoorzaamheid. Dat zie je, ja, ja. Je compenseert dat. Je probeert dat uiteindelijk in goede banen te leiden. Ik wijs ze er wel op. Maar God niet. God ziet geen één zonde door de vinger. De enige reden is dat hij genadig kan zijn, dat hij de zonde, als het ware, dat die zonde geen barrière is tussen God en ons, is omdat hij rechtvaardig, die rechtvaardigheid, omdat hij het gelegd heeft op zijn zoon. Er is betaald. Laten we dat altijd voor ogen houden. Dus die genade, die hangt, en die is er alleen maar dankzij de dood van Jezus Christus, dankzij het bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordigheid, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet der werken, nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, concluderen dan, in dit hoofdstuk, op het moment dat Paulus het schrijft, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd is. Dus die rechtvaardigheid die ontvang je niet door goed te doen, door zoals, om maar even Noach terug te komen, te wandelen overeenkomstig Gods wil, om gehoorzaam te zijn, die ontvang je alleen door het geloof, door iets aan te nemen, te accepteren. Te accepteren dat Jezus Christus tussen jou ingekomen staat en daar betaald heeft. Dat is genade. Dat is de genade die nu verschenen is aan alle mensen. Komen we bij de apostel van genade, punt 3. Dus wel de eerste genade verschenen aan alle mensen. We zijn in de bedeling van genade. Jullie zaten allemaal wel gesneden koek. Dus besef wel dat dat een rijkdom is die je ook dankzij de verlichting door de Heilige Geest nu ook ziet. Hè? Want ik kan er heel veel opnoemen die dat woord nog niet eens kennen, denk ik. Als het alleen in de Bijbel staat en niet wegvertaald is. Apostel van genade. Er moest dus ook een andere apostel komen. Om deze bijzondere genade aan de wereld bekend te maken. He, dus dat gaat, of gaat noem ik eigenlijk niet, maar dat is een geval is. Daar is een nieuw tijdperk gekomen. Daar is ook een nieuw apostel voor nodig. Zodat ze alle gered kunnen worden. De 12 apostelen waren daar namelijk niet meer uitgezonden. Het is alleen Paulus die deze boodschap, dit apostelschap kreeg. Laten we dat lezen in Handelingen. Dus Paulus een beetje aan het einde van zijn bediening. Volgens mij, ja. Dan staat hij volgens mij voor Herodes, of voor een van de Handelingen 20, vers 24. Nee, hij neemt afscheid van de gelovigen in Efeze. Maar ik acht op geen ding, zegt hij daar. Nog hou mijn leven dierbaar voor mezelf, dat ik mijn loop met blijdschap met mag volbrengen. En de dienst welke ik van God, ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dus hij is geroepen als enige. We lezen dat van geen andere apostel. We lezen wel over de genade bij de apostelen. Maar niet dat hij zo dat evangelie van de genade van God moest betuigen. Dat is de enige apostel. Dat is een unieke boodschap, een uniek apostelschap. En hij kreeg er tegelijk ook de boodschap bij dat er vanaf dat moment, vanaf dat manu, wat we net gezien hebben, vanaf dat Paulus die bediening heeft ontvangen, ook maar één evangelie geldt. Dus wij als gelovigen moeten beseffen dat er op dit moment maar één manier is, één evangelie is, waardoor we gered worden, waardoor we de zaligmakende van genade van God kunnen ontvangen. Galaten, de Galatenbrief, staat dat. In Galaten waren de mensen die toch weer teruggingen naar de wet. En dan neemt Paulus met korte metten afstand van. Galaten 1 vers 3. Genade zij u vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van God en Vader, onze God en Vader. Het is dus ook de wil, hè? Hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Mensen worden als het ware getrokken door het evangelie. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch waar het dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dat doet hij ook nog een keer in vers 15 volgens mij. Nee. Gelijk u tevoren gezegd hebben, zo zeg ik nu wederom. Oh, vers 9. Zo zeg ik nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, evangelie van Gods genade, als dat een andere evangelie is, kan het koninkrijksevangelie zijn, kan evangelie met wet samen zijn, die zij vervloekt, onvruchtbaar, verdord. Ik ben niet in staat om voor God vruchten te dragen. Ik kan misschien wel gered zijn door het bloed van Christus, maar uiteindelijk heeft dat evangelie geen vruchtbaarheid. Het kan niet tot bloei komen. Dus daarmee hebben we ook een uniek evangelie. Het is maar één evangelie. Dus een apostel van het evangelie, van Gods genade, maar ook, er is ook maar één evangelie. Dat is ook het vierde punt, het evangelie van Gods genade. Vanaf Johannes de Doper tot de roeping van Paulus was er echter al het evangelie van het koninkrijk. Een toekomstig koninkrijk waaruit Israël met Israël als centrale middelpunt. Alle profeten hebben daarvan iets geprofeteerd en uiteindelijk zal de Heer Jezus Christus zelf de koning van dat koninkrijk worden. Alle profeten die wijzen, als het ware, heen, of die zeggen een gedeelte van dat koninkrijk. Ik heb het wel zo uitgedrukt, het is een foto uiteindelijk die steeds helderder wordt. Iedere profeet voegt daar iets bij en we hebben steeds een beter beeld van het koninkrijk. Israël dan, hè? En Johannes de Doper voegt daar ook weer bij. Hè? Als je Johannes' bediening ziet, predikende het evangelie van het koninkrijk. De Heer Jezus als die begint, predikende het evangelie van het koninkrijk. Hij kwam daardoor... Nee, alle profeten hebben daarvan iets geprofeteerd. En uiteindelijk zal de Heer Jezus Christus zelf de koning van het koninkrijk worden. Hij kwam daarvoor als Joodse man. Joodse man, hè? Hij was een Jood. Hij was uit het geslacht van Juda. Hij was geboren uit Maria. Uit een Joodse moeder. Zijn bediening was ook alleen voor Israël. Ik ga de tekst maar niet zoeken, maar jullie kennen de tekst, hè? Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israël. En iets daarvoor zendt hij zijn discipelen uit. En dan doet hij hetzelfde, Matthäus 10. Ga niet heen, de Samaritanen of de weg der heidenen, maar ga alleen naar de verloren schapen van het huis Israël. Dus dat evangelie van het koninkrijk heeft ook helemaal niks met die alle mensen waar wij mee begonnen zijn. Het evangelie van het koninkrijk, dat moeten we bedenken, moet je ook steeds realiseren, moet je ook steeds scheiden, delen, heeft alleen maar betrekking op Israël. Is ook alleen maar geschreven aan Israël. Wij maken onze lering eruit. Wij trekken daar uiteindelijk ook leringen uit. Dat hebben we vanmorgen ook gezien. Maar uiteindelijk heeft dat niks met die alle mensen. Via Israël zou het wel naar alle mensen gaan, dat koninkrijk. Of dat evangelie. Maar het was in eerste instantie aan Israël gegeven. Van hem hebben de profeten in meer of minder mate al gesproken. Handelingen 3. Daar zegt Petrus dat ook op de Pinksterdag. Mensen vinden dat, of denken dat de gemeente daar ook begonnen is. Die hebben daarmee uiteindelijk de Bijbel niet recht gesneden. Want Petrus zegt in Handelingen 3. En nu broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan heeft. Het kruisigen van de Heer Jezus. Gelijk als ook uw overste, maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren heeft verkondigd, dat Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zijn gekomen van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden de wederoprichting aller dingen, die gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw.
Dus het gaat alleen maar om Israël, ook in die profetieën. Het zou geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zou gehoord hebben, zou uitgeroeid worden uit deze volk, uit hun volken. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als ze gesproken hebben, hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Wat doet Petrus hier? Hij herhaalt als het ware alleen maar, of hij zegt alleen maar, kijk, dit is allemaal vervuld. Alles wat geschreven is van de Heer Jezus en dat hij zou komen, dat is vervuld. Maar daarmee staat hij ook als het ware dat evangelie van het koninkrijk als het ware te vervolgen. Nee, geeft hij een vervolg aan. Petrus wist nog niet dat de bedeling van genade zou komen. Kon hij ook niet weten. Dus hij predikt alleen maar in de lijn van de profeet. Betert u dan en bekeert u. Dat was al de tijd al de oproep aan Israël. Die genade die hinkt aan die betering en die bekering. Dan zou God genadig kunnen zijn. Niks over alle mensen. De genade van alle mensen is hierin niet het thema. Omdat het evangelie toen nog verborgen was. Efeze 3, ken de tekst. Het was een verborgen evangelie. God heeft het eeuwenlang verborgen gehouden. Met welke reden? Met welke reden heeft God het evangelie verborgen gehouden? Dan was hij nooit gekruisigd. Dus de wijsheid van God waarmee hij uiteindelijk Satan heeft verslagen. Want door die kruisiging is uiteindelijk Satan zijn macht ontnomen. Dat weten we van Colossense. Efeze 3 vers 9. En alle te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap van de verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus het is iets wat een evangelie, een genade mag je dan ook zeggen, een genade die in dat evangelie geopenbaard is, die was verborgen. Die kunnen we niet lezen. Je mag zeggen God is genadig, al altijd geweest. Het is ook, God is ook liefde. God is ook altijd rechtvaardig geweest. Hè? Dat is aan de andere kant. Maar deze genade die wij nu kennen is bijzonder. Genade door het geloof zonder werken namelijk. Vers punt 5 komen we dan. Paulus wordt door God geroepen op weg naar Damascus. Hij ontvangt als enige apostel in de bedeling van genade de openbaring. En daarmee de autoriteit van God om die genade los te maken van de werken van de mens. Voorheen was dat nogmaals gekoppeld. Kon je genade vinden als voorwaardelijk. Maar nu is het genade plus niks. Efeze 2. Efeze 2. Vers 8. Eens terugbladeren. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dus geen mens, jullie niet, ik niet, niemand ooit heeft kunnen roemen in iets wat hij gedaan heeft, waardoor hij de genade van God heeft verdiend. Waardoor hij de genade gevonden heeft in de ogen van God. Dus dat zondagsgebed, dat mag je bidden, maar uiteindelijk heeft dat niet je zo ver gebracht zoals je nu bent. Het is de genade van God die er was, waar je uiteindelijk in deel genomen heeft. Maar die heb je ontvangen. Die heb je niet verdiend. Niet door je belijdenis van zonde, niet door je goede leven. Het is zonder werk van de mens. Hij geeft de verklaring dat er nu genade gekomen is over alle mensen, die de mensen staat stelt om recht voor God te staan. Hè? Rechtvaardigheid, Johannes, rechtvaardigheid betekent dat je recht voor God kan staan. Weet je het nog? Rechtvaardig. Dat je in staat bent om recht te doen. Hè, er was niemand rechtvaardig, maar uiteindelijk, dat is ook alleen maar mogelijk door de Heilige Geest die in ons woont, zijn wij nu in staat om recht te doen voor God. Dankzij de rechtvaardigheid die wij hebben ontvangen. Dat is heel anders dan voorheen. Dan moest je eerst rechtvaardig zijn. Offeren. Rechtvaardig leven. Rechtvaardig wandelen. Offeren. Deze nieuwe rechtvaardigheid, zo heb ik maar genoemd, hè, deze rechtvaardigheid door het geloof, is typerend en uniek onder de bedeling van genade. Omdat deze geschonken is door het geloof van het evangelie, dat uitsluitend draait om Christus dood en op. Ja, want dat evangelie, daar is een hart in, dat is niet het bloed van dieren en bokken, maar eventjes in de offers te blijven. Dat evangelie draait om twee dingen.
om de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Moet je ook weten. Ook jongeren, kinderen. Lees hem nog een keer de tekst, Romeinen 4, vers 25. Hij is overgeleverd om onze zonde en hij is opgewekt voor onze rechtvaardigheid. Juist, twee dingen. Dus overgeleverd voor je zonde. De prijs is betaald met bloed. Dat was nodig, we hadden gezondigd. Er was betaling nodig. Er was bloed voor nodig. Het bloed is gevloeid tot verzoening. Maar er was nog iets achteraan. Hij is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Als de Heer Jezus daar aan het kruis gebleven had, zijn lichaam als het ware in het graf gebleven was, dan hadden wij niet die rechtvaardigheid gehad. Dus het is onlosmakelijk aan elkaar. Omdat wij geloven in de opstanding, hebben wij nu rechtvaardigheid. Dat betekent omdat wij zijn opgestaan in een nieuw leven. Dat moet je dan ook erbij bedenken. Dat is dat geestelijke denken. Jij gelooft nu, u gelooft nu, jullie geloven nu, dat je met Christus bent opgestaan. Dat is ook dat evangelie wat draait om die rechtvaardigheid, om die genade die daarin geopenbaard is. Dat is eigenlijk het hart van het evangelie. Dan komen we bij punt 6. Onder genade geeft God alles in Christus. We hebben gezien voorheen, voor die tijd kon je het verliezen. Als je in de zonde ging vallen, David was een mooi voorbeeld. Hij was uiteindelijk de dood waardig. Hij moest eigenlijk volgens de wet van Mozes moest hij gestenigd worden. Maar nu niet. Nu hebben wij alles in Christus ontvangen. Wij kunnen nu roemen in iets wat we als het ware door die genade van God al reeds in bezit hebben. Daarom is het ook belangrijk dat je dat weet. Wat je allemaal in Christus hebt. We hebben dat wel eens een keer met die V'tjes uitgedrukt, weet je nog? Vrede. Ik heb ze nog even opgeschreven. Vrijheid. De vrede met God, de vrijheid die we hebben. We zijn verlost. Verlossing. Wie weet er nog een? Verzoening. Verzegeling. Vertroosting. We hebben ook een verwachting. De verwachting van de Heer Jezus in de lucht. We zijn ook vervuld met de Heilige Geest. Ook heel belangrijk, daar moeten we mee beginnen. We zijn als het ware, de inwoning van Gods Geest is in ons. Daardoor hebben we die dingen ook allemaal in Christus. En we zijn verenigd in zijn dood. Dat hebben we allemaal door het geloof, dankzij de dood en opstanding van de Jezus, nu reeds in het bezit. Dat is ook een typerend verschil met de gelovige voorbereiding van genade. En nu. Dus, punt 6. Door de genade van God hebben we vrede met God, hebben we de toeleiding, we hebben nu ook een toegang. Die was alleen Filip via Israël, maar nu hebben wij ook een rechtstreekse toegang tot God. En kunnen we roemen in de heerlijkheid en zelfs in de verdrukkingen leren we lijdzaamheid en hoop. Dus we zijn eigenlijk helemaal, ik noem het ook eens de koffer, hè? We hebben een koffer, daar zit alles in. Met die koffer kun je als het ware je leven met dat geloof gewoon uitlopen. In verdrukking heb je vertroosting. Je leert leidzaamheid. Je leert liefde. Je leert rechtvaardigheid. Allemaal omdat we dat in Christus, dankzij zijn dood en opstanding, reeds in bezit hebben. Die zaligheid, hè, dat is ook een onderdeel van onze zaligheid. Die hebben wij nu reeds. Zaligheid is het eeuwige leven. En het eeuwige leven is dat zij u kennen. Nou, zo kennen wij Christus. In die koffer zit alles wat wij als het ware nu al gebruik van kunnen maken. Dus ja, als je zegt van ja, wat heb je door de genade van God? Wat is die zaligheid dan? Dat is eeuwig leven, goed. Maar we hebben veel meer. In Christus hebben we dus alles. Onder de genade geeft God alles in Christus. Leidzaamheid, hoop, maak het nog maar even af. Is de liefde van God in ons hart uitgestort? En last but not least hebben we de Heilige Geest van God permanent in ons wonen. Romeinen 5, het is een mooie tekst, vijf teksten onder elkaar, daar staat eigenlijk dat hele verhaal in. Wij dan gerechtvaardigd zijn, uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Punt. Zal wel komen, maar dat is er. Die hebben we. Komt nog meer. Door welke ook de toeleiding hebben, hebben we het over gehad. We hebben een toegang. Die was eerst afgesneden, liep alleen via Israël, maar we hebben nu de toeleiding. Door het geloof, tot deze genade. Dus wij hebben als het ware de mogelijkheid
om die genade te ontvangen. In welke we staan. We roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Niet alleen ik dit, maar we roemen ook in de verdrukking. Weten dat de verdrukking de lijdzaamheid werkt. De lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop die beschaamt niet. Is geen hoopje. Maak het nog steeds mee. Was er hoop voor je man of vrouw die overleden is? Ik hoop het. Ik weet het niet. Niet zeker. Deze hoop die beschaamt niet. Deze hoop is zeker. Wij hebben een zekere hoop. Dat is ook een onderdeel van onze zegening in Christus. Wij hebben die hoop. Omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Heel belangrijk. Tot die dingen zijn we allemaal toe in staat. Jan die zei het al. Omdat de Geest van God in je woont. En dat is straks met Israël ook. Gaan ze ook dingen verstaan die ze zonder de Geest niet hebben kunnen begrijpen. Nu voor ons geldt dat ook al. Wij kunnen nu geestelijke dingen aan ons toe eigenen. Omdat die Geest van God in ons woont. Dat is mogelijk. Dat was voor die tijd dus niet. Laatste punt. Genade die ook onderwijst. De tekst gaat verder. Het is altijd goed om de tekst in zijn geheel te lezen. Titus 2 vers 11. God heeft een plan dus, hebben we gezien. Een plan met ons. Het is niet zo dat God nu een bepaalde weg voor iedere gelovige heeft uitgestippeld. We hadden het net nog even in de pauze over. God wil niet dat iemand sterft. Dat een zoon van je sterft in zijn bloei van zijn leeftijd. Dat wil God niet. Dat is een gevolg van de gebrokenheid van deze schepping. Dat de dood er nog is. God wil niet dat iemand ziek wordt. Dat is ook niet iets wat hij op je weg plaatst, waardoor je uiteindelijk tot een bepaalde reactie moet komen. Van nou, ik ben ziek geworden en nu heb ik God leren kennen. Nou, dank God daarvoor dat het moment geweest is dat je de Bijbel bent gaan lezen. Dat je wist dat het uiteindelijk hier, ja, het houdt een keertje op. Maar het is niet dat God, de wil van God geweest dat jij op dat moment ziek werd. Dus dat plan van God, dat is veel breder, hè? Dat heb ik al eens meer gezegd. Wij moeten God in de Bijbel leren kennen, niet in jouw persoonlijk leven, hoe dat hij allemaal met jou gaat wandelen. Dat mag je zelf voor een groot gedeelte bepalen. Er zijn ook dingen die je overkomen. Iedere gelovige mag zelf iedere dag zijn eigen keuzes bepalen. Samen met de dagelijkse dingen die hem of haar overkomen. Zelfs als leven zij als rechtvaardig in deze wereld, te midden van onrechtvaardig. Ja, wij zijn lichtende lichten, te midden van de duisternis. Dus je hebt, als het ware, een positie gekregen, maar dat heeft een doel. En dan komen we uit Titus 2, vanaf vers 12. Daarom leert ook de genade van God om godzalig te leven. Dus het is niet zomaar dat die zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen, aan jou, aan jullie, aan wie dan ook. Maar die heeft een doel. En dan lezen we verder, Titus 2, vers 12. Die genade, die onderwijst ons. Die leert ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, opgeven betekent dat, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus niet een domper die je nou in één keer op je krijgt. Van, oh, dan moet ik weer zoveel dingen doen. Moet ik zoveel dingen weer laten. Nee, hier leer ik wat de zaligmakende genade van God ga doen in je leven. Wat uiteindelijk de bedoeling is met jouw leven. We hebben het over het plan van God. Het plan van God met mijn leven. Nou, dat is niet dat ik rijk word of niet rijk word. Of, nou ja, vul alles maar in. Je mag van God, althans heel veel mensen denken dingen, schrijven dingen aan God toe die hij helemaal niet doet of helemaal niet wil. Maar dingen die in je leven passeren, ja, vul dat allemaal maar in. Dat zal ieder verschillend zijn. Maar één ding doel hebben ze. Dat die genade ons leert om de godzalig te leven, om overeenkomstig dat evangelie te wandelen. Om door jouw wandel, jouw woorden en jouw wandel, uiteindelijk anderen ook te redden. Brengen tot die genade die verschenen is aan alle mensen. Want de Bijbel, ik zeg, ja, de Bijbel is heel fijn, we zijn pas bij de GBS geweest, het wordt heel fijn. Het is heel fijn dat er heel veel Bijbels gedrukt worden, maar ik realiseer me dat al die dozen die daar in het magazijn stonden, uiteindelijk het niet doen. Het is heel gelukkig, want dat is ook nodig. Maar God heeft het lichaam van Christus nodig om met het woord uiteindelijk ook die genadeboodschap uit te spreken. Dus je kan op je lauweren blijven rusten van, nou, dank u wel voor die genade van God. Maar dan heb je het niet begrepen, want die tekst,
die gaat verder. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. En zichzelf een volk zou ijveren, reinigen, ijverig in goede werken. Ijverig in goede werken. Is jouw leven, is ons leven ijverig in de werken die God heeft geleerd. Die God ons in die zaligmakende genade van God heeft geleerd. Dat is de vraag. Tuurlijk, we danken God voor die zaligmakende genade. Die God die verschenen is aan alle mensen. Dat ik iedereen kan vertellen van die genade. Dat er geen beperking is. Maar uiteindelijk wat er achteraan komt. Is jouw leven uiteindelijk ook overeenkomstig. Die genade van God. Alleen dan zijn we in staat om de roeping te doen en die genade te verheerlijken en aan te prijzen. Laatste tekst, Efeze. Dat is het doel. Want we zijn hier nog op deze wereld. Waarom zijn we nog niet in de hemel? We hebben een hemelse positie. We zijn nog hier op aarde. God wil alle mensen, gelovigen, gebruiken in dit leven om die genade, die zaligmakende genade van God aan alle mensen bekend te maken. Hij is verschenen, maar hij heeft mensen nodig die dat uiteindelijk uitdragen, spreken. En dat is wat Efeze 1 vers 3 zegt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Die koffer, daar zit alles in. Al die veetjes, die hebben we. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Het plan van God, uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Het is niet zomaar gekomen. Het is een plan met een begin en een einde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. De wil van God. Hij wilde het. Dat wij in deze tijd van genade kinderen van God zouden zijn. Tot prijs, vers 6. Tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Wat is heerlijkheid? Alles wat ik jullie verteld heb, of wat Jan ook verteld heb, over de genade van God. De liefde. De prijs die hij daarvoor betaald heeft. Alles wat je nu ontvangen hebt, dankzij het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het aanprijzen, dat is aanprijzenswaardig. Die heerlijkheid. Die heerlijkheid van die genade is... moet aangeprezen worden. Tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wij zijn ook geaccepteerd in Christus. Ondanks dat je maar een zondig mens bent. We weten, we hebben nog een zondig lichaam. We doen ook nog zonde. Heeft hij je toch geaccepteerd? Heeft hij je toch met die roeping geroepen? Met die hemelse roeping uitverkoren? Om dat te doen in deze tijd van genade. Om die zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen te proclameren. Iets wat je mooi vindt, zet je in een mooi hoekje of in een mooie kast. Dan kijkt, wil je dat iemand daarnaar kijkt, zet je licht op of spotje, wat ook. Maar uiteindelijk is dat voor ons geldt dat precies hetzelfde. Als jij de genade van God hebt ontvangen, dan is de bedoeling dat je die genade ook gaat laten shinen. Met jouw leven... met je woorden, met alles wat eigenlijk in je is. Dat is de wil van God. Ja, en we danken God ook dat dat inderdaad ook zo rijk is. Het is een, Paulus schrijft het ook, het is een overvloed aan genade. Dus er is zoveel dat alle mensen, weet ik, gered kunnen worden. Het is ook een schat die we in ons omdragen. Ja. We kunnen veel dingen kwijtraken in het leven, maar die schat, die blijft in ons. Je kan je baan kwijtraken. Net zoals Maarten, dan kan zijn je huis kan verbranden, wat niet leuk is natuurlijk. Maar uiteindelijk besef je dat dit een schat is die met ons omdraagt, die de zaligheid ingaat, waarmee je de zaligheid inkomt. Zullen we daarvoor danken? Dank u wel, Vader in de hemel. Ja, dat we die heerlijkheid kennen, dat we die genade die u geopenbaard hebt ook, als het ware, omlijnen. Het waren ook de spotlights opzetten en daarmee ook
sterk kunnen staan in dit leven en daarmee ook kunnen, het woord van u kunnen begrijpen, dat we niet verward worden, dat we niet gaan denken van hoe kan dit, maar dat we juist nu de helderheid zien, de genade voor de bedeling van de genade nu en ook straks weer. Dank u wel, Vader, dat we u in die genade ook kennen. Ja, dat we ook alleen maar van genade kunnen leven, maar dat die genade ook genoeg is voor ons. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Amen. Zullen we ook nog een lied zingen? Lied 122. Lied 122, dat gaat over de genade, zie een poort volgens mij, hè? Ja, dus denk dan aan die banier, mag ik het een poort noemen. Maar uiteindelijk gaat het om die genade die nu open staat. De genade die nu verschenen is aan alle mensen. Lied 122. Een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik veilig heen mag gaan, om vrede te bekomen. Genade God zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij. Voor mij staat open ook voor mij. Open poort, laat de ingang vrij. Aan wie komt binnen vlieden? Aan rijken arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. Genade God zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij. Staat open ook voor mij. Die open poort laat niet Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon. De God biedt aan zijn kinderen. Genade God zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij. Staat open ook voor mij. Het hemelrijk voor Jezus troon, daar leidt het kruis tot zegen. Daar dragen wij voor het kruis een kroon, door Jezus bloed verkregen. Genade God zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij. Voor mij staat open ook voor mij. Dankjewel. Er is nog koffie. En anders is de volgende keer weer bij ons op de buurt. Ja, is iedereen zo onder de indruk? Of? Dat zou goed zijn.
die zo, Hans? Ook weer een tomatensoep. Lekker. Ook nou, Rachel zit. Rachel. Rachel. Oh, zat ze te luisteren? Ja, maar wel ook. Oké. Okay. Hey, pa. Dus leef de genade Gods. Of schrik gewoon. Hè? Moet zo nood. Bala, je moet even zwaaien. Zo graag. Oh, Elaine, je moet ook even zwaaien. Paula wil dat je ze komt zwaaien. Hey Paula. Nou, nee, wij samen. Oh, daar. Oh ja. Ja. Kijk, komt Ria ook even? Waar is Ria? Oh ja, ja, ik zie het. Ja, booggezwaaid. Ja, ja, ja. Nou, Hans, kom maar. Kom maar. Nog steeds geen baby. Nog steeds geen baby. Wil je nog koffie, ja? Ja, is goed. Deze? Ja. Oh, is dat aan? Dat is aan.